In de update video van gisteren hebben jullie alles kunnen zien over de nieuwe update. Behalve de twee nieuwe knokkers. Die hebben jullie nog niet kunnen zien. Nee, maar vandaag mag ik daar eentje van laten zien. Lily is namelijk de eerste nieuwe knokker die eraan zit te komen in het Godzilla seizoen. Een nieuwe mythische knokker die er echt heel erg bruut uitziet. Ja, de gewone variant ziet er al heel erg nice uit. En ik denk dat Lily echt mega overpowered gaat worden. Maar ja, daar gaan we natuurlijk in deze video even achterkomen of dat ook daadwerkelijk het geval is. Het is een mythische knokker, dus ja, het is wel redelijk moeilijk om vrij te spelen. Maar niet zo moeilijk als een legendarische, want dat kost echt veel tijd en werk om dat te krijgen. Helemaal als je free-to-play speler bent. Maar in ieder geval, Lily is dus mythisch. En we gaan dus vandaag een paar potjes spelen met Lily. De verschillende gadgets, sterkrachten testen, de skins bekijken die Lily heeft. Het wordt gewoon heel erg nice. Maar voordat we gaan beginnen, doe natuurlijk allemaal een duimpje omhoog. Zo door de 2000 likes halen. Dat is veel te weinig. Veel te weinig. 5000 likes, zo ziek nice zijn als dat gaat lukken. Vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En gebruik de code BOUS. Dan maak je ook kans op deze Tara skin die nu in beeld komt. Dus zeker weten even doen. Maar laten we maar beginnen en even kijken wat de gadgets en sterkrachten van Lily doen. Want Lily is een knokker die wel een beetje lijkt op El Primo. Van dichtbij slaaien en doe je zeg maar damage. De eerste gadget zorgt ervoor dat je 3 seconden naar het schaduwrijk gaat. Dus je bent 3 seconden onzichtbaar. Dus dat is een beetje vergelijkbaar met Leon. Ja, of Cornelius met de super. Dan ga je ook naar schaduwrijk. Alleen dan ben je met de tegenstander. Maar in ieder geval, je bent 3 seconden onzichtbaar. De volgende gadget zorgt ervoor dat Lily's volgende super wordt een warpaanval die haar teleporteert naar de plek van impact. Volgens mij normaal moet je tegenstander raken. Maar als je deze gadget hebt ingezet, dan teleporteer je automatisch al naar de plek waar je heen schiet. Dus dat is wel heel vet, want dat kan Lily ook. Lily kan teleporteren met de super. Dat is echt mega vet. Gaan we zo meteen ook eventjes testen. Ik wil eerst die gadget dat je onzichtbaar bent testen. Die is ook wel heel nice. De eerste sterkracht zorgt ervoor, nadat je geteleporteerd bent bij een vijand, breng je de volgende aanval 1200 meer schade toe. Dus dat is echt veel. Je hebt de andere sterkracht, dan krijg je 15% meer bewegingssnelheid, terwijl dat je een vijand in je super laat gebied zit. Je hebt een cirkel om je heen en als daar een vijand in zit, dan beweeg je dus 15% sneller. Wel heel chill, want dan kan je makkelijker naar vijanden toe rennen. En aangezien Lily een knokker is voor dichtbij, denk ik dat dat best wel een goede sterkracht is. Maar we gaan even een potje spelen. Oké, dan beginnen we even met een potje knokbal. Dan ben ik heel benieuwd of we de tegenstanders compleet kunnen gaan slopen met mijn nieuwe knokker Lily. Ja, dit is natuurlijk wel allemaal tegen bots, dus dat is wel net wat anders spelen dan in het echt. Maar ik kan trouwens even mijn gadget inzetten. Dus nu ben ik onzichtbaar, maar ik zie de tegenstanders ook niet. Oké, dat is wel bijzonder. Dus daar moet ik wel eventjes voor oppassen. Je kan dus je tegenstanders niet zien, ze zien mij ook niet. Maar dat is wel eventjes anders spelen dan wat je natuurlijk normaal doet met Leon ofzo als je onzichtbaar bent. Ja, maar ik zal even mijn super inzetten. Dan teleporteer ik meteen hierachter. Kan ik weer mijn super inzetten. Hoe yo, die super is wel echt overpowered. Maar ik denk dat ze nu gaat scoren. Ja, inderdaad. Want mijn teammates die waren binnen no time dood. Maar die super is echt mega nice, jongen. Dat is echt niet normaal. Nou, heb ik wel verloren van bots. Dat is wel een beetje jammer. Maar ik denk dat dit echt een mega goede knok gaat worden. We doen even een potje solo showdown. Dan kan je een nieuwe knokker altijd net wat beter testen. Hoe yo, dit ziet er trouwens wel heel bruut uit, hoor. Hoe ze deze design hebben gemaakt van de maps. Ja, de map zelf verandert niet, maar de layout verandert helemaal. Oeh, joh, dit is wel zeker bruut. We kunnen even kijken. Ik kan even onzichtbaar worden. En dan gaan we eens kijken of ik nu richting die guild kan gaan. Oké, dat kan inderdaad. Die kunnen we denk ik dan nu hebben met mijn super. En dan kan ik die killen. Oké, je krijgt vrij snel je super. Dus dat is wel erg nice. En ik had net dus mijn super ingezet. Toen had ik nog geen damage gedaan. Dus dat betekent dat je die hit daarna meer damage doet met je sterrenkracht. Ja, dus dat is nice. Dan kunnen we zo meteen even een andere sterkracht selecteren. Waarmee je sneller beweegt als je in de buurt bent van tegenstanders. Maar ik zie dat hieronder nu geschoten wordt. Dus ik ga nu even met mijn gadget deze kant op. En dan hoop ik dat ik ongeveer hier kan komen bij die tegenstander. Die Shelly. Ik heb nog 1 hit nodig en dan heb ik mijn super. Oh, en ik laat mijn super dus ook al als ik hier in de buurt zit. Oh, en dat was niet zo handig. Ja, zo Shelly met zijn super, dat is wel gevaarlijk. Ook al is het een bot, dat had ik net wat tactischer moeten doen. Maar we kunnen wel even die andere gadget en sterkracht selecteren. Met deze sterkracht doe je dus meteen naar je super net wat meer damage. Wat wel denk ik heel overpowered is. Deze sterkracht zorgt er dus voor als je in de buurt bent van een tegenstander, dat je meer bewegingssnelheid krijgt. En deze zorgt ervoor dat je kan teleporteren naar een plek van impact. Dus dat is ook wel erg nice. Dus dan hoef je niet per se een tegenstander te raken om daarheen te teleporteren. Dus dat kan vooral denk ik handig zijn als je ergens heen moet vluchten.
Ik denk dat we in edelstenen graai die nieuwe gadget wel goed kunnen gaan gebruiken. Want dan kan je namelijk heel snel van de een naar de andere kant van de map. Kan anders zijn als de tegenstanders bijvoorbeeld alle edelstenen hebben. En je moet snel naar een tegenstander gaan. Maar het kan ook anders zijn als je zelf de edelstenen hebt om dan vervolgens weg te kunnen vluchten. Maar we gaan eens kijken wat er even van gaat komen. Zal ik even door de bosjes lopen? Ik wil mijn super laden. Dus even kijken, kunnen we die Fang hebben? Ja, die hebben we nu wel. We laden trouwens wel echt heel traag, valt me op. Ja, je hebt echt een trage reload speed. Dus dat is wel een klein minpuntje van Lily. Maar je doet wel veel damage, dus dat is wel nice. Ze zijn nu met z'n drieën hier zo. Ik kan even mijn super neerzetten. Ja, dan heb ik weer een kill. Dus dat is wel nice. En ik krijg damage tegen door die super van Sandy. Dus dat is wel een klein beetje balen. Oké, die super had ik niet eens in hoeven zetten. Maar wel nice op zich. Ja, ik kan zo meteen trouwens even kijken of ik met mijn gadget en super dan weg kan vluchten. Ja, dat is wel leuk om dat zo meteen even te doen. Ik kan nu in ieder geval hier even kijken of ik hier wat hits kan doen. Ja, oké, ik heb in ieder geval mijn super. Dus dan kan ik nu even mijn gadget testen. En dan ga ik mijn gadget testen. En dan zet ik hem gewoon... Oh, dan kan je gewoon op die manier teleporteren. Wio, dat is helemaal vet. Ja, dat is nice. Ik denk dat dat wel echt goed kan gaan werken. Oké, je hebt dus gewoon een boog waarmee je kan teleporteren. Dat maakt het eigenlijk nog veel vetter om eerlijk te zijn. Even kijken of ik die Gray kan hebben. En dat was niet zo tactisch. Nee. Oké, mijn teammates hebben nog genoeg edelstenen. Dus dat is wel nice. Dan gaan we eens kijken of we hier nog de boel kunnen verdedigen. Niet nodig. We hebben gewonnen. Maar joh, maar die gadget met teleport. Die maakt een Lily nog wel echt een stuk beter. Ik weet nou niet welke gadget beter is. Ik vind deze echt super nice. Want je kan echt overal heen teleporteren. Maar deze is ook nice. Dat je even 3 seconden helemaal onzichtbaar bent. Het is denk ik allebei erg nice. Van die sterkracht denk ik toch dat deze iets beter is. Dat je iets meer schade doet. Want dat is gewoon heel chill als jij zeg maar tegen tegenstander speelt. Dat je gewoon in één keer 1200 extra damage doet. Dan als jij iemand hebt geraakt met super is de kans dat je hem killt gewoon veel groter. Maar we kunnen nog wel even een paar potjes doen. Want we hebben natuurlijk Lily nu wel een beetje getest. Maar nog niet echt bizar goed. Dus we doen gewoon nog eventjes een paar potjes. Kijken of ik nu al weer wat beter met Lily kan spelen. Maar laat even weten in de comments wat jullie vinden van Lily. Wat denken jullie? Gaat dit nou een hele goede knokker worden? Of denken jullie, nou, dat valt wel mee. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Kan ik hier nu die kill maken? Ik mis nu dus mijn bewegingssnelheid. Dat is wel jammer. Anders had ik die Larry en Laurie nu waarschijnlijk wel kunnen killen. Want in je bewegingsgebied, dan beweeg je dus sneller. Ik wil even zorgen dat ik mijn super heb. En als ik mijn super heb, dan ga ik op die Fang. Kijk, dan kan ik hier meteen damage doen. En dan doe ik dus heel veel extra damage. Dus dat is wel chill. Gaan we even kijken of we die Fang nu kunnen hebben. Ja, die heb ik dus nu. Oké, dat is wel echt overpowered. Ja, dat is wel echt nice. Ja, ik weet nu niet welke sterkracht beter is. Die speed boost is nice. Maar dat je wat extra damage doet, is ook wel echt nice. Ik wil nu even die Larry en Laurie killen. Als dat lukt. Oké, dat lukt helaas net niet. Dus dat is balen. Moet even kijken of ik die super nu kan killen. Want anders ga ik hier dood. Oké, ik denk dat ik nu bijna dood ga. Ja, dit gaat wel een probleempje worden. We kunnen nu even kijken of die Larry en Laurie kunnen hebben. Ja, die heb ik. Oh, nu ga ik wel zelf dood. Het was een 3 tegen 1. En ook al waren het bots, dan is het wel lastig. Maar we kunnen nu eventueel teleporteren met mijn gadget. En dan kan ik misschien meteen die Larry en Laurie killen. Dat is wel nice. Ja, oh, nu heb ik net niet goed geteleporteerd. Oké, dat is jammer. Maar mijn teammates hebben in ieder geval een paar kills gemaakt. Dus dat is lekker. En nu ga ik wel dood. Maar dan hoop ik dat ze die Larry en Laurie kunnen killen met z'n tweeën. 2 bots tegen 1 bot. Ja! Mijn teammate bot heeft Larry en Laurie gekillt. Oké, dan moeten wij nu even zorgen dat ik nu wat beter ga spelen. Die teleport moet je dus wel heel goed timen om eerlijk te zijn. Als je je gadget erbij inzet. Ik zal even helpen bij die Fang hier zo. Ah, jammer. Die zet ook net zijn super in. Dus dat is jammer. En ik heb hem nu wel gekillt. Dus dat is wel chill. En nu moet ik hier wegwezen. Want anders ga ik hier dood. We hebben nu een 1 versus 1 tegen bot 2. We gaan eens kijken wat er terecht van kan komen. Even kijken. En dan heb ik al bijna weer mijn super. Dus dat is wel lekker. Als ik die nu kan inzetten, dan kan ik hier heel veel damage doen. En dan kan ik hem hebben. Haha. Lily OP. Oké, het is denk ik wel een moeilijke knokker om goed mee te spelen. Maar ik denk dat Lily wel heel erg leuk gaat worden om mee te spelen. Ja, het is een lastige. Want je moet natuurlijk je super goed timen. En je kan ook niet tegen hele sterke knokkers die heel sterk zijn van dichtbij in één keer je super inzetten. Als je dat doet met een Shelly of
Elsa of Rosa. En ook met zo'n Sam. Je hebt gewoon grote kans dat je zelf gekild gaat worden. Dus je moet het meer inzetten op knokkers die wat minder sterk zijn voor dichtbij. Ik denk dat daar Lily vooral heel goed in is. In 3 versus 3 game modus. En dat je de wat zwakkere knokkers voor dichtbij, dat je die gaat pakken met je super. En je kan ook teleporteren. Ik denk dat het heel nice gaat worden. We doen nog even 1 game mode en daar sluiten we mee af. We doen nog wel even een potje knokbal. Dan ga ik nu even die andere sterkkracht selecteren dat we sneller bewegen. En dan doe ik mijn gadget dat we kunnen, zeg maar, even onzichtbaar kunnen zijn. Ja, het is denk ik wel heel chill als je sneller beweegt. En dan kan je ook sneller naar teammates toe. Maar ja, die andere sterkkracht is ook heel nice dat je extra damage doet. Ik ben er nog niet van overtuigd. Laat even weten in de comments welke sterkkracht jullie denken welke beter gaat zijn. Oké, dat was iets te aanvallend. Ja, ik dacht ik rende gewoon in. Die tik die heb ik wel. Maar ja, die Amber doet natuurlijk ook wel veel damage van dichtbij. We kunnen even kijken of we die Brock nog kunnen hebben. En dan schiet ik die bal weg. Ja, dan hebben we die Brock gekild. Ja, dit werkt op zich wel goed. Gaan we even die tik pakken. Ja, dit is ook nice. Die hebben we gewoon in 2 shots. Ja, ik denk echt wel dat Lily heel goed kan gaan werken in 3 versus 3 game modus. Helemaal met die sterkkracht dat je sneller beweegt. Oké, ik denk inderdaad in solo showdown en duo showdown denk ik dat die andere sterkkracht beter is. Maar ik denk in 3 versus 3... is de sterkkracht beter dat je sneller beweegt in de buurt van tegenstanders. Want dan kan je ze zoveel makkelijker killen. Dat is echt niet normaal. Kunnen we die Brock nu hebben? Die tik die hebben we nu sowieso. Dus dat is nice. Ik heb helaas mijn super verspild. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar we kunnen alsnog scoren. Lekker hoor. Ik denk dat Lily overpowered gaat worden. Sowieso is Lily hartstikke leuk om mee te spelen. Dat is al één ding wat zeker is. Maar ik laat het erbij. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Als je hebt genoten, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten even checken we uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doe hè!